Welkom bij een speciale uitzending van CTV. In deze uitzending blik ik terug samen met burgemeester Toon Mans op het jaar 2015 en kijken we vooruit naar het jaar 2016. Meneer Mans, 2015 was een roerig jaar, internationaal gezien dan. De vluchtelingencrisis hadden we, de aanslag in Parijs. Welke invloed hebben deze gebeurtenissen gehad op Castricum? Nou ja, natuurlijk een behoorlijke impact wel. Zeker ook de aanslagen in Parijs begin vorig jaar, bijna op de kop af een jaar geleden. De aanslagen bij Charlie Hebdo. Toen hebben we hier ook nog een bijeenkomst georganiseerd. Ook voor inwoners, belangstellenden. Om stil te staan bij dat feit, want dat heeft toch voor heel veel mensen wel schrik aangejaagd. En gedacht van ja, weet je, het is wel heel dichtbij. En het was mooi om daar op die manier bij stil te staan. Hè. Mensen konden ook hun reactie nog opschrijven op flapovervellen. Die we uiteindelijk nog gekopieerd hebben en althans gefotografeerd hebben inmiddels. En ook gestuurd hebben naar de redactie van Charlie Hebdo om ze een hart onder de riem te steken. En nou ja, later natuurlijk de aanslagen wederom in Parijs van november. Ja, dan zie je natuurlijk toch wel dat heel veel mensen angstig worden, onzeker worden. Mm-hmm. En dat zijn toch ook wel thema's die je dan heel erg terugvindt in de lokale samenleving. Ja, heb je dit ook besproken in het college? Wat er voor acties zouden kunnen plaatsvinden? Ja, nou de terrorisme-dreiging en alles wat ermee samenhangt is natuurlijk vooral een landelijk vraagstuk. Dat komt natuurlijk wel, als burgemeester word je natuurlijk wel regelmatig over geïnformeerd. Maar ik heb het vooral daarover ook gehad met onze inwoners. Mensen die erop aanspreken, die zich zorgen maken. Maar geen speciale zaken die geregeld zijn, bijvoorbeeld bij de intocht van de Sint en dergelijke, om daar extra politie in te zetten? Nee, we hadden geen extra dreiging. Dat bleek ook niet uit allerlei analyses. Ja. Dus eigenlijk konden alle evenementen gewoon doorgaan. Het is natuurlijk wel zo dat je daar in je achterhoofd wel wat meer rekening mee houdt dan in de periode daarvoor. Ja. De vluchtelingencrisis heeft er ook flink ingehakt, internationaal gezien. Een grote toestroom aan vluchtelingen, ook in Nederland. Zeker. En daar hebben wij natuurlijk als Castricum ook mee te maken. Ja, daar hebben we als gemeente zeker mee te maken gehad. We kregen natuurlijk al vrij snel door dat de stroomvluchtelingen zo immens was dat we dat niet konden op een goede manier konden onderbrengen. En toen werd ook al snel duidelijk dat de gemeente moest meewerken om te kijken naar wat we dan tegenwoordig de crisisnoodopvang noemen. Dus dat is even voor de beeldvorming de sporthal. Met de bedden, met de tijdelijke huisvesting van hoe gaat het dan? Wordt er dan aan de gemeente gevraagd, wat kunnen jullie bieden? Of wordt er een eis gesteld aan de gemeente? Nee, het is zo dat in dit geval is het ook met de veiligheidsregio's opgepakt. En is er gekeken van, waar kan het? Wat zijn de mogelijkheden? Wat zijn de onmogelijkheden? Maar goed, de stroom bleef aanhouden. Dus het was voor mij op een gegeven moment wel helder dat het niet zozeer de vraag was of we werden gebeld, maar wanneer. En dat betekende dat ik ook in overleg met het college en met de raad wel ben begonnen met de voorbereidingen. Om te kijken van kunnen wij het organiseren? Krijgen we dat voor elkaar? Er is ook door de gemeenteraad een motie aangenomen. Hè, dat als het een beroep op ons wordt gedaan in het kader van vluchtelingen. Dan vond in ieder geval een ruime meerderheid van de raad dat we ook wat moesten doen. Mm-hmm. En het tweede wat wel heel mooi is in dat kader is natuurlijk de Castricum verwelkomt. Hè, het initiatief vanuit de samenleving, vanuit onze inwoners. Gezamenlijk met ondernemers om klaar te zijn als er iets gebeurt, welkomstpakketten maken enzovoort. Dus het was in die zin wel een breed draagvlak voor... Het sentiment was gunstig. Ja, het sentiment was gunstig en dan nog, hè, uiteindelijk zie je dat het besluit steeds dichterbij komt en dan komt er ook een moment dat er gezegd wordt van in die periode worden we gevraagd om die opvang te organiseren. En toen hebben we gezegd van dat gaan we doen. Dat was een beetje begin december. Nou ja, vanaf die periode zijn we gewoon echt vol continu bezig geweest met de voorbereidingen. En dan is het wel hartverwarmend om te zien dat er zo ontzettend veel vrijwilligers actief zijn gedurende die hele periode. Want ik schat zo'n beetje de 350 vrijwilligers direct en indirect die enige betrokkenheid hadden. Maar in andere gemeentes waren er andere sentimenten. Dus hoe komt het dat Castricum er zo positief tegenover staat? Ja, ik denk dat het voor een deel te maken heeft ook met de voorbereidingen. Het is ook zo dat die crisisnoodopvang, dat korte verblijf, dat in de meeste gemeenten wel goed is gegaan. Ja, valt te overzien voor de burgers.
Ja, dat valt overzien. Ook wij hebben natuurlijk, ook bij de inloopavond, maar ook wel via sociale media natuurlijk ook wel negatieve berichten gekregen. Ook wel omwonenden die zich zorgen maakten of die vragen hadden van hoe is dat nou allemaal geregeld. En uiteindelijk is het denk ik uitermate goed verlopen. De omwonenden waren tevreden. Ik heb er nog een aantal ook tussentijds gesproken. En ook na afloop vanuit de omwonenden. Ja, waardering voor de wijze waarop het uiteindelijk verlopen is. En de permanente huisvesting? Moeten we daar een groter aantal plaatsen volgend jaar? Dit jaar waren het er 60, hè, geloof ik. Ja, voor dit jaar waren het 60. De eerste helft van 2016 is het inmiddels. Mm-hmm. De eerste helft van dit jaar moeten we er 41 huisvesten. Dus dat is ja, dat aantal dat moeten we doen. En dan gaat het dus over vluchtelingen die een status hebben, dus die een vergunning hebben. Mm-hmm. Dus die mogen in principe blijven. En daar moeten we huisvesting voor zoeken. En dat kan natuurlijk verschillen. Hè. Dat kunnen alleenstaanden zijn, dat kunnen gezinnen zijn. Maar die komen vanuit in ieder geval vanuit de AZC's deze kant op. Het belangrijkste denk ik dit jaar was de decentralisatie van de zorg. Het werd overgeheveld van de landelijke overheid naar de gemeentes. Met ook nog daarbij een korting in geld van een aantal procenten. Hoe is het verlopen in Castricum? Nou ja, het was inderdaad wel een enorme uitdaging. Hè? Ook als je kijkt ook naar de hele voorbereidingen, zeg maar, niet alleen het afgelopen jaar, maar ook de voorbereiding daarvoor. Even in orde grootte. Wij kregen als gemeente Castricum er ongeveer 6 miljoen euro bij. Ja, op een begroting van een kleine 60 miljoen. En 1100 cliënten op 1 januari 2015. En er is denk ik met man en macht gewerkt om dat zo goed mogelijk te laten verlopen. Maar het is heel complex. Omdat op alle niveaus er natuurlijk onvoldoende kennis was. En er kennis moest worden opgedaan. Maar ook andere partijen, zorgverleners, die moesten ook op een andere manier gaan werken. Dus het is een heel ingrijpend proces. Mijn beeld is dat heel veel dingen goed gaan. Maar ja, je moet ook heel eerlijk constateren dat een aantal dingen ook beter kunnen en beter moeten. Ja, in individuele gevallen is het wel eens fout gelopen, heb ik het idee. Ja, individuele gevallen. Ja. Er zijn natuurlijk altijd inschattingen die je maakt in gesprekken met betrokkenen. Die fout kunnen uitpakken. Nou, daarvan is wat mij betreft het belangrijkste. Als je tegen dingen aanloopt waar je niet tevreden over bent, meld het alsjeblieft bij de gemeente. Meld het bij het sociaal team. Want dan kunnen we het ook concreet oppakken. En dan kunnen we ook kijken wat er fout is gegaan om dat te herstellen en ervoor te zorgen dat iemand wel de juiste zorg krijgt. Jullie hadden die decentralisatie verdeeld over 3 wethouders. De meeste gemeentes, heb ik me laten vertellen, hebben het bij 1 wethouder weggezet. Was dit een handige keuze, achteraf gezien? Ja, ik denk dat overigens is het bij meer gemeenten wel geweest dat ze het ook over 3 verdeeld hebben. Ik eens dat de meesten het bij 1 hebben gelaten. Wat je ziet aan de voorkant was natuurlijk ook wel de kwetsbaarheid en de hoeveelheid werk bij 1 wethouder. Want je praat nogal over, ik net zei, een behoorlijk budget. En dus ook een behoorlijk takenpakket. Dus ook in het kader van werkverdeling is daar wel iets voor te zeggen. Tegelijkertijd betekent dat natuurlijk wel dat je extra overleg nodig hebt om ervoor te zorgen dat je de decentralisaties goed op elkaar blijft afstemmen. Omdat natuurlijk een deel kan je ook apart zien. Participatiewet of de jeugdwet bijvoorbeeld. Of delen van de WMO. Maar je ziet toch ook wel dat er heel veel raakvlakken zitten. Ja. Omdat het soms dezelfde cliënten betreft of dezelfde populatie betreft. Maar al met al wel tevreden over het afgelopen jaar? Ja, mijn beeld is wel dat we tevreden moeten zijn. Dat wil niet zeggen dat we achteruit kunnen leunen en kunnen denken, het is klaar. Ik heb aan het begin van deze collegeperiode gezegd, als wij erin slagen om in 2018... het op alle fronten geregeld te hebben, dus voor onze inwoners geregeld te hebben, organisatorisch en financieel goed in de hand hebben, dan ben je spekkoper. Want het is echt voor gemeenten eigenlijk de grootste verandering sinds de invoering van de grondwet in 1848. Ja. Dus ja, dat hier en daar met wat horten en stoten gaat, begrijp ik wel. Blijft vervelend voor mensen als het je treft. Dat hebben we gezien met de discussie rond de PGB's, noem het allemaal maar op. Dat blijft ingewikkeld,
Maar goed, volgens mij zijn we op de goede weg. En als we elkaar scherp houden en als mensen die opmerkingen hebben of vragen hebben of niet tevreden zijn, nogmaals, meld het alsjeblieft bij de gemeente. Dat was een enorme opgave voor die wethouders natuurlijk. Hè? Want het waren, 2 van de 3 waren onervaren als wethouder. Klopt. Maar je zag eigenlijk dat op alle niveaus er gezocht werd naar... Kijk, er was geen kennis en er was geen ervaring op dat gebied. En, dat en hebben jullie die extern ingevlogen? Of? Voor een deel, hè. Voor een deel kon je natuurlijk kijken naar mensen die zeg maar delen van dit werk voorheen gedaan hadden om die kennis in huis te halen. Dat hebben we ook gedaan. Maar je zag natuurlijk ook dat bij raadsleden die kennis en ervaring ontbreekt. Dus die moesten zich dat ook eigen maken. Dat gold voor de wethouders, dat gold voor de organisatie. Maar het was ook zoeken voor instellingen. Hè? Want instellingen hadden voorheen vooral met het zorgloket te maken. Of met zorgkantoren, dus met 1 partij. En moeten nu, bijvoorbeeld als het gaat over een vandagbesteding, met allerlei gemeentezaken doen. Ja. Dus dat is vanuit alle perspectieven was het gewoon zoeken. En eerlijk te zeggen, nog steeds in sommige gevallen zoeken naar hoe ga je dat nou het beste voor mijn inhoud geven de komende periode. Is 2016 niet een spannender jaar wat dat betreft? 2015 was een overgangsjaar. Iedereen hield de zorg die hij al had. Maar nu gebeurde er misschien zaken waar je niet op gerekend had. Nou ja, wat je natuurlijk nu krijgt is dat in sommige gevallen de effecten goed zichtbaar worden. Ja. De bezuinigingen die zeg maar in het begin wat minder waren, maar die wel langzaam oplopen. Ja. Dus dat soort dingen ga je natuurlijk langzaam ontmerken. Ja, nogmaals, ik denk dat 2016, maar 2017 ook van ja, weet je, je hebt ook als gemeenteraad bijvoorbeeld een aantal dingen vastgesteld, hè, in samenwerking met het college. En je moet ook nu even kijken wat de effecten zijn van maatregelen. Want soms heb je iets bedoeld en dan pakt het niet goed uit of pakt net anders uit dan je had bedoeld. Nou, daar moet je natuurlijk met elkaar ook alert op zijn. Dan moet je ook het lef hebben om dat te constateren en te zeggen, nou, we gaan het nu bijsturen. Want kennelijk hebben we toentertijd iets bedacht en met elkaar in elkaar gezet dat onvoldoende oplossingen biedt. Dan wat ook belangrijk is natuurlijk de bug of de boeg, of hoe je het ook noemt. Wij noemen het de boeg. De boeg. Ja. Waarom boeg eigenlijk? Nou ja, je schrijft B-U-C-H. C-H, ja. Maar we hebben met elkaar afgesproken, omdat het nogal tot verwarring leidde en iedereen verschillende termen gebruikte, zijn wij het in ieder geval boeg gaan noemen. De samenwerking tussen Bergen, Uitgeest, Karsikum en Heilo. Ja. En dan hebben we het over de ambtelijke samenwerking. Ja. Hè, er is natuurlijk in juni afgelopen jaar een heel belangrijk besluit genomen door de 4 gemeenteraden. Dat er 1 ambtelijke organisatie komt tussen deze 4 gemeenten op 1 januari 2017. Hè, dat is nog een kleine 360 dagen vanaf nu. Dan hebben we 1 ambtelijke organisatie. En dat betekent natuurlijk ook wel dat er een hoop te doen is. Er moet een nieuwe organisatie worden opgebouwd. En daar zijn we natuurlijk vorig jaar al mee begonnen. Dat gaat dit jaar verder. Dat is ook een behoorlijke klus. Ja. Gaat dat geld opleveren uiteindelijk? Of minder geld kosten, laat ik het zo zeggen? Uiteindelijk de belangrijkste reden voor de gemeenteraden om dit te doen, zit hem in het feit dat we een kwaliteits... verbetering willen realiseren. Want je ziet dat op een aantal fronten een te kleine schaal hebben om een behoorlijke slag te kunnen maken als het gaat over automatisering, als het gaat over die kwaliteit van dienstverlening. Daar moet er zoveel gebeuren. Hè. We zitten in zo'n veranderend tijdperk dat gezegd is van aan de ene kant ja, het levert geld op. Hè, want uiteindelijk hebben we nu met de 4 gemeenten samen 700 FTE aan het werk. En dat zijn er straks 600. En dat zijn geen gedwongen ontslagen? Hè? Nee, er komen geen gedwongen ontslagen. Ja. Dat gaat via natuurlijk verloop. En de gemeenteraden hebben ook gezegd van nou, de helft van die bezuiniging die mogen jullie ook gebruiken om te werken aan de nieuwe organisatie. Dus om na te denken over een nieuwe vorm van dienstverlening. Te investeren in automatisering. Hè, zodat we steeds meer producten en diensten via internet kunnen aanbieden, want dat is denk ik wel de toekomst. Ja. Maar het wordt wel ingewikkeld, denk ik. Je hebt overal een groenvoorziening in elke gemeente. En die moeten gaan samenwerken op de een of andere manier. Dus dan moet je weer een baas op zetten. Ja, worden aangestuurd door 4 gemeenteraden of door 4 colleges, laat ik het zo zeggen. Het wordt een ingewikkelde operatie.
Ja, er zijn gelukkig wel wat voorbeelden ook in de landen, ja, hè, waarin gemeenten ons op deze manier zijn voorgegaan. En nou ja, het is een beetje zoeken naar aan de ene kant de kleinere schaal waarop nu zeg maar colleges en raden georganiseerd zijn. Redelijk dicht bij de inwoners. En op sommige punten kun je natuurlijk dan een schaalsprong maken, zodat je meer body hebt om te investeren. In, bijvoorbeeld in die automatisering. Maar dat je ook kan kijken van nou, wat is nou de best practice op het gebied van groen en grijs. Mm-hmm. He, dus op het gebied van afvalinzameling, op het gebied van groenonderhoud. Welke elementen kun je daar nog samen doen? En kun je er met elkaar voor zorgen dat je nou ja, een goede kwaliteit blijft leveren. Wellicht ook tegen een lagere prijs. Is dit een voorbode voor een bestuurlijke fusie ook? Nou ja, tot op heden zijn er aardig wat gemeenten geweest die dit zijn ingezet. En de bekendste voorbeeld daarvan is Blaricum, Eemnes en Laren. Die zijn nu inmiddels al een jaar of 8 op deze manier bezig. En daar is ook nog geen sprake van een bestuurlijke fusie. Dus het is niet automatisch zo dat een ambtelijke fusie leidt tot een bestuurlijke fusie. Nou, het zou ook kostenbesparend zijn natuurlijk. Van 4 burgemeesters gaan we naar 1 burgemeester. Van 80 gemeenteraadsleden naar 40. Dat is ja, ik begrijp de vraag, hè, maar er zijn ook allerlei onderzoeken die uitwijzen dat met name die schaalsprong, want dat betekent ook dat het salarishuis omhoog gaat binnen de gemeentelijke organisatie enzovoort enzovoort. Dus uiteindelijk blijkt uit de meeste fusies en ook allerlei onderzoeken dat je daar ook niet te veel van moet verwachten. Okay. Dus het is nog niet aan de orde, wordt ook nog niet over nagedacht? Nee. Het is niet de gemeenteraden die hebben heel nadrukkelijk de opdracht gegeven aan de colleges om een ambtelijke fusie te realiseren. En daar zijn we druk mee bezig. Goed. Kastrikum als toeristische gemeente, hoe staan we ervoor? Nou goed, we hebben een lokale visie ontwikkeld rondom recreatie en toerisme. Wat zijn daarvan de hoofdlijnen? Nou ja, met name natuurlijk inzetten op datgene waar je al sterk in bent. Als het gaat over je verblijfsaccommodatie, de campings, nadenken over hoe kan het zijn dat je jaar rond wat meer toeristen deze kant op trekt. De ontwikkeling van strand aan de ene kant, de ontwikkeling campings, je centrum, ontwikkelingen rondom het Alkmaardermeer. Er zitten heel veel kansen in wat mij betreft om deze mooie gemeente te promoten. Ja. Een van die ontwikkelingen had kunnen zijn het Landel Green Parks, dat is niet doorgegaan. Vanwege een externe figuur die een stuk grond heeft gekocht. Dus we hebben meer dan een jaar lang gediscussieerd met z'n allen, voor- en tegenstanders. Die zijn elkaar in de haren gevlogen. En uiteindelijk is het met een soort sisser afgelopen. Ja, nou ja, je ziet natuurlijk in deze maatschappij dat dit soort dingen kunnen gebeuren. Hè. Dus ik denk dat er een goede discussie geweest is over al of niet landen, al of niet op die plek. Het blijft natuurlijk altijd, zeker het gebied waar we in dit geval over hebben, ja, dat de voor- en de tegenstanders van enerzijds economische ontwikkeling, groen en duurzaamheid. Volgens mij was het afgeslankte plan wat er inmiddels lag, dat was een redelijk compromis. Ja, als je het hebt over groen, verduurzaming, ontwikkeling. Helaas was er één grondeigenaar die niet wilde meewerken en daarmee was dit plan in ieder geval van de baan. Nee, ja. Was het een slimme set van de tegenstanders of is het een toevalstreffer geweest? Ik durf het niet te zeggen. Nee. Ik ga er niet over. Maar goed, CNC is een initiatief hè, wat nu plaatsvindt. 2016 misschien gaat leiden tot meer verbinding tussen het strand en het dorpshart. Hoe ziet u dat? Ik vind dat ze een mooi plan gemaakt hebben. Het is net voor de kerst overhandigd. Het ligt nu ook bij de gemeenteraad, bij de raadsleden en bij de collegeleden. En er wordt ook nu gekeken. Ook in relatie tot onze lokale toeristische visie, hoe dat in elkaar past. En je ziet daar natuurlijk een aantal elementen die al langere tijd onderwerp zijn van discussie. Hè? Verlichting op de zeeweg. Mm-hmm. Je ziet een aantal onderwerpen die te maken hebben met parkeren rondom het strand. Maar er zitten ook heel veel elementen in over uitstraling, ontwikkeling. En ik denk dat het een goede kans biedt om zeker, en dat is wat mij betreft een belangrijke voorwaarde, zeker als partijen erin slagen om gezamenlijk op te gaan trekken.
Dus de ondernemers bij het strand, maar bijvoorbeeld ook de ondernemersvereniging Castricum en de gemeente, PWN, om te kijken of je elkaar op een goede manier kan vinden in die ontwikkeling. Want nogmaals, je ziet gewoon dat er behoefte is aan economische ontwikkeling ook, hè, werkgelegenheid, het genieten van dit gebied. En hoe maak je dat dan? Rekening houden met de belangrijke waarden die we hebben, namelijk veel rust, familiestrand, familieaccommodaties, campings. Hoe ga je dat nou versterken zonder dat je daarmee geweld doet aan je imago, namelijk van vriendelijk en vriendelijke gemeente en groene gemeente. Mooi is dat het een integraal plan is, hè? Ja. Nou ja, dat het niet losse elementen, zoals het kort parkeren, wat dan een item is, maar dat het daarin mee is genomen. Maar dat is ook volgens mij de enige manier waarop je er naar kan kijken en zou moeten kijken. Omdat in het verleden gebleken is dat alle losse elementen het niet halen. Omdat er dan te veel, ja, ik noem het wel eens het cafetaria model. Hè? Als je overal voor jezelf gaat kijken van, joh, weet je, waar zitten nou mijn voordelen en waar zitten mijn nadelen in. Maar als je dan dat met 5 projecten doet, dan heb je kans dat het een beetje uitmiddelt. En dat je bij sommigen een nadeel hebt, maar bij anderen een voordeel. Maar dat je daardoor wel die 5 projecten realiseert in plaats van dat je er maar 1 realiseert. Dus u geeft het een overlevingskans? Nee, ik denk, nogmaals, als we erin slagen om die brug te slaan tussen de ondernemers aan de ene kant, natuurorganisaties, PWN en de gemeente, hè, gemeenteraad, college. Dan heeft het een grote kans van slagen. Okay. Dan de infrastructuur. We hebben natuurlijk dat continu gedoe gehad over de Beverwijkerstraatweg, de spoorwegovergang. Er is een onderzoek geweest en blijkt dat we beter niks kunnen doen. Volgens mij is dat nu een gepasseerd station. Letterlijk en figuurlijk. Ja, dat is wel een aardige woordspeling. Ja. 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 Nou ja, het meest recente is, en dat is deze week, heeft het ook in de krant gestaan. Betekent inderdaad dat er nog eens een keer door een aantal deskundigen naar gekeken is. En dat de conclusie is dat het zo complex is dat eigenlijk alles wat je bedenkt niet echt een verbetering oplevert van wat er nu is. Maar met een probleem verschuiven eigenlijk. Hè? Ja, dus dan en dat is best lastig, hè. Maar goed, dat zie je natuurlijk wel vaak op het gebied van infrastructuur. We moeten ons ook realiseren dat natuurlijk dat hele onderzoek er wel toe geleid heeft dat een aantal vraagstukken wat minder prominent en groot zijn geworden dan ze aanvankelijk leken. Hè. Met name de dichtlichttijden van de spoorbomen. Om ja, die waren wat ruim ingeschat, hè? Aanvankelijk. Ja, aanvankelijk. Ja. En dan praten we echt over een jaar 5, 6 geleden. Was er sprake van 3 kwartier tot 50 minuten van ja, een uur dicht. 48 minuten had ik begrepen, ja. En dat is allemaal ook met de nieuwere technieken en met aanpassingen is dat verminderd. Maar het blijft wat mij betreft nog wel een punt waar je met elkaar naar moet. Nou ja, waar je in ieder geval met elkaar goede discussie moet afhechten. Als dit het nu is, dan is het ook in die zin klaar. Maar betekent wel dat het natuurlijk een aandachtspunt blijft. Ja, dat opstelterrein, hebben we daar invloed op als gemeente? Nou ja, dat opstelterrein dat is natuurlijk ook een item wat ons wel bezig gehouden heeft afgelopen jaar. In formele zin is het een besluit van het ministerie. Mm-hmm. Die besluiten gewoon of ze wat ze doen en daar kun je eigenlijk niet zo gek veel tegen doen. Wat we natuurlijk wel geprobeerd hebben is met name bestuurlijk op te trekken met onze buurgemeenten. Met name samen met Uitgeest trekken we veel op. Om ervoor te zorgen dat het op een goede manier wordt ingepast in het gebied. Nou ja, er liggen voorstellen voor, die zijn ook besproken met het ministerie. En uiteindelijk heeft het ministerie wilde aanvankelijk voor de kerst een definitief besluit nemen. En dat is uitgesteld. Waarom is dat eigenlijk? Nou ja, ze wilden toch nog een keer overleggen, ook met de provincie erbij, om te kijken van, nou ja, weet je, wat gaan we nu, wat moeten we nu definitief gaan doen? En nou ja, de verwachting is, het zou eigenlijk deze week plaatsvinden, dat is niet doorgegaan, dus er wordt nu een nieuwe datum gezocht. Heeft het ook een relatie met die verbindingsweg tussen de A8 en de A9, of zijn dat twee losstaande zaken? Nou ja, er zitten natuurlijk. Je kunt kijken naar de varianten die er liggen, aansluitingen 8 à 9. Dan zie je natuurlijk wel raakvlakken als het gaat ook over het opstelterrein. De vraag is even, en dat blijkt ook allerlei onderzoeken, dat je dat het elkaar eigenlijk niet hoeft te bijten. En dat je hooguit wat aanvullende maatregelen moet treffen. Ja. Maar het kan allemaal wel.
En het kan ook op de plek die Uitgeest en Castricum graag willen. Die aansluiting bedoelt u? Met name de plek van het opstelterrein. Ja. Bij de 2-3. Dus dat kan, en dat kan ook nog in aansluiting met de aftakkingen 8 à 9. Maar goed, het is wel een kwestie van afwegingen maken van uiteindelijk, en daar is denk ik ook de provincie een belangrijke speler in, van wat vinden zij ook belangrijk. Wij hebben in ieder geval onze mind opgemaakt en wij denken dat dit een hele goede oplossing is voor alle vraagstukken. Die aftakking A8 aan 9, zou die positief kunnen werken voor Castricum? Nou ja, dat kan natuurlijk wel een ontlasting gaan betekenen. Kijk, ik denk dat wij het meeste plezier gaan hebben van de aansluiting op de A9 tussen bij Hello. Ja. Zeg maar bij Limmen-Hello, om het even zo te duiden. Daar gaan wij denk ik het meeste plezier van beleven. Ook in combinatie natuurlijk met de ontwikkeling van Zandzoom. De overige hoogtepunten van 2015. Wat ziet u als mooie momenten in de gemeente? Ik zou bijna zeggen, heeft u even, want er zijn er nog wel wat geweest. Nou ja, ik weet niet hoeveel tijd we hebben, maar... Nee, het is echt, er zijn heel veel bijzondere momenten geweest. Afgelopen jaar waar ik natuurlijk ook bij betrokken ben geweest. Wat natuurlijk heel fraai was het keukenmozaïek van Limmen Ludiek. Dat was natuurlijk echt een bijzonder event waar jaren aan voorbereiding vooraf zijn gegaan. En wat ook heel veel mensen heeft getrokken en wat echt een mooi evenement was. Een mooie poging om te komen in het Guinness Book of Records, wat ook uiteindelijk gelukt is. En wat ook een behoorlijke uitstraling heeft gehad. Dus dat vond ik een heel bijzonder moment. Wat ik ook wel heel bijzonder vond was de herdenking 70 jaar na de Tweede Wereldoorlog. Met name in Limmen is daar heel veel aandacht aan besteed ook. Met een bijeenkomst in de hervormde kerk met een tentoonstelling. En wat ik daar heel bijzonder vond, dat was dat ook familieleden van de twee omgekomen vliegeniers, die begraven liggen op de begraafplaats in Limmen, dat die er ook waren en dat die ook nog een aantal spullen hebben gekregen van de vliegeniers die nog in bezit waren in Limmen, onder andere een foto en een horloge. En dat vond ik wel heel indrukwekkend om dat te zien. En dan zie je toch wat een enorme impact dat heeft, eigenlijk nog steeds op mensen, de oorlog, de geschiedenis, de families. Dus dat vond ik ook wel een mooie. Nou ja, hoogtepunt, we hebben het natuurlijk over de vluchtelingen gehad. Dat was natuurlijk iets wat ook de samenleving enorm bezig heeft gehouden. En op cultureel gebied? Nou ja, cultureel gebied. Uit de kunst is natuurlijk weer doorgegaan. Dat was natuurlijk mooi, een mooi evenement. Het Uit je Bakfestival. Ook weer met Koningsdag zijn heel veel mooie dingen georganiseerd. Het jaar afsluiten met een expositie in de duinen van Jimmy Nelson. Dat was volgens mij ook een schot in de roos. Ik heb inmiddels begrepen dat het is sowieso een week verlengd hier in Castricum. Maar ze gaan ook op plekken elders met dezezelfde expositie. Er zijn echt heel veel mensen die daar gebruik van hebben gemaakt en die gekeken hebben. Dus al met al denk ik dat we ook nog met wat kleinere dingen, exposities hier in het gemeentehuis, ook een gebied van cultuur, hebben we denk ik mooie dingen laten zien. Ja. Dieptepunt is denk ik toch vlak voor de kerst, voor het kerstreces, dat bleek dat er 7,5 ton overschrijding was op personele kosten en die niet verwacht was. Het college heeft een gele kaart gekregen. Voor zover dat een officiële waarschuwing is, tenminste. Hè. Volgens mij is het niet een officieel iets, hè, een gele kaart. Maar in ieder geval, dat werd niet goed ontvangen. En kan ik me ook goed voorstellen. Hoe ziet u dat zelf? Ja, het was ook in die zin onverwacht. Dus ik kan me dat ook voorstellen. Ik denk dat ook de Raad een volwassen discussie gevoerd heeft. En wat we ook met de Raad hebben afgesproken naar aanleiding van dat verhaal, dat is om de Raad zo snel mogelijk te informeren, hè, na het kerstreces, half januari, over waar we staan. Hè, omdat we in ieder geval gezegd hebben en geconstateerd hebben dat we moeten kijken wat het effect is voor 2016. En 2016 is natuurlijk in die zin ook weer een bijzonder jaar, omdat het een overgangsjaar is naar de hele boeg samenwerking vanaf 1 januari 2017.
Dus we zijn nu echt druk bezig om dat in kaart te brengen, te kijken wat de effecten zijn voor 2016. Is en, wel bekend hoe het ontstaan is? Ja, het is wel bekend. We kunnen zo herleiden waar, de, waar het in zit, de overschrijdingen. Als en, gaat en waar over. Zit het dan? Nou, het zit vooral gedeelte in ziekteverzuim. Wat hoger was dan, dan we hadden. Maar toch niet 7,5 ton. Nee, er zit een 15, deel in. 15 zieke werknemers betekenen. Ja, nee, maar de, wat je ziet gebeuren is een paar dingen. Er worden een aantal dingen bij elkaar opgeteld en weer van elkaar afgetrokken. Mm-hmm. Dus uiteindelijk zie je dat als het gaat over die overschrijding. Dat er weliswaar een groot gedeelte, want het hangt natuurlijk ook een beetje af van wie daar ziek zijn. Kijk, als dat mensen zijn die direct contact hebben met onze inwoners. Dan moet je die sneller vervangen dan wanneer dat iemand is die een beleidsnood aan het maken is, wat even op zich kan laten wachten, om het even zo te zeggen. En soms heb je wel te maken, en dat is in dit geval ook zo, met een aantal mensen die gewoon zeg maar langdurig ziek zijn. Mm-hmm. Ja, waardoor je dan ook weer eerder moet gaan vervangen. Dus het is een beetje een samenloop van omstandigheden. Maar het heeft ook te maken met de externe inhuur, toch? Die door verschillende diensten is gedaan. Ja. En waar eigenlijk te weinig coördinatie is geweest. Ja, nou, ik denk dat u dat mooi formuleert. En dat is iets wat natuurlijk, wat ik me ook om mezelf ook aantrek en waarvan we zeggen, ja, dat moeten we dus niet doen. Want het is uw portefeuille ook. Ik ben personeel en organisatie in mijn portefeuille. Dus ik voel me er ook verantwoordelijk voor. Dus hebben we ook gezegd, ja, dat kan natuurlijk niet gebeuren. Kijk, de situatie waarin het zich, zeg maar, afspeelt is natuurlijk anders, omdat we ook een aantal vacatures open houden in het kader van die flexibilisering, die flexibeschil voor de hele boegontwikkeling. Maar laat onverlet dat we dit natuurlijk niet nog een keer willen meemaken. Nee, maar heeft dat ook nog consequenties? Nou ja, de gemeenteraad heeft zeg maar de motie van treurnis aangenomen. Ja. Dat is in de categorie van, dit vinden we niet goed en dat willen we, dat willen we dus ook niet meer. En nu is de volgende stap die we hebben natuurlijk afgesproken, is van we informeren de raad half januari over waar we staan. Mm-hmm. Met wat we weten en we hebben ook op verzoek van de raad gaan we de raad ook regelmatig informeren over waar we staan. En we gaan natuurlijk meer vinger aan de pols houden over de overschrijdingen. En hoe kwam het dat u er zo laad achter kwam? Nou ja, dat had natuurlijk te maken met een aantal berekeningen die gemaakt moesten worden. Mm-hmm. En die even op zich hebben laten wachten. Ik schetste net al eventjes ook alle ontwikkelingen rondom de decentralisaties. Mm-hmm. Je kunt je voorstellen dat in een hectisch jaar, dan heb je net iets minder tijd en ruimte om dat te doen. Laat onverlet dat het gewoon heel vervelend is dat het is gebeurd. Waar misschien te veel dingen. Je moet je eigen gemeentelijke apparaat in stand houden. Je moet die boeg moet je organiseren. Ja. Je moet die 3D's moet je doen. Misschien te veel zaken ineens. Nou ja, dat zou je ook op die manier zou je er ook naar kunnen kijken. Ik bedoel, het is. Maar weet je. Ongeacht vanuit welk hoek je er naar kijkt, blijft het gewoon vervelend dat je het zo laat inzichtelijk hebt en dat je het zo laat kan melden. Ja. Heeft het consequenties financieel gezien voor andere voorzieningen bijvoorbeeld in 2016? Moeten we extra bezuinigen hierdoor? Nou, we moeten nu eerst even de balans opmaken. Wat het betekent voor de situatie van de gemeentelijke begroting voor 2016. Kijk, en we hadden al een tekort geprognotiseerd in de tweede bestuursrapportage van 950.000 euro. De derde bestuursrapportage laat zien een tekort van 960.000 euro. Dus dat verschil, dat is relatief, valt het wel mee. Maar goed, het betekent natuurlijk wel dat als wij het jaar inderdaad op deze manier afsluiten, dat betekent natuurlijk wel dat je dat met een verlies doet. Ja. En dat je wel moet kijken wat de consequenties daarvan zijn. Uw verwachtingen voor 2016? Nou ja, het wordt wederom natuurlijk een boeiend en spannend jaar. Mm-hmm. De decentralisaties gaan natuurlijk verder. Daar krijgen onze inwoners ook weer mee te maken. Het vraagstuk rondom de vluchtelingen gaat natuurlijk ook verder. We moeten kijken naar huisvestingsmogelijkheden. Dus dat zijn natuurlijk elementen die doorgaan. De hele boegontwikkeling en alles wat daarmee samenhangt. Ik bedoel, we moeten alles voorbereiden. Maar eigenlijk gaan we verbouwen, maar de winkel blijft wel open. Dus dat zijn dingen die natuurlijk voor het komende jaar een belangrijke rol spelen. Ja, en gewoon de dagelijkse dingen die ons gaan bezighouden. Maar het wordt in ieder geval een boeiend jaar. Mooi. Hopen we op. Bedankt voor het interview. Graag gedaan. Wilt u reageren op deze uitzending, dan kan dat het beste via de mail. Via contact@c-tv.nl. Bedankt voor het kijken.